Weer een weekvlog. Het is al heel lang geleden dat er weer een weekvlog is. Maar ja, na de zomervakantie komt er weer een weekvlog natuurlijk. Nee, weekvlogs. Want er komen weer heel veel weekvlogs aan. Dit is de eerste schooldag. Nee, de eerste week van school. Ik heb vandaag mijn eerste schooldag gehad. Morgen heb ik mijn tweede en donderdag mijn derde en vrijdag hebben we misschien nog les, maar misschien hebben we ook gewoon een activiteitendag. En volgende week is dan echt de hele week vol. Ik heb mijn tas gisteren ingepakt. Ben ik wel vergeten in de maandag in de vlog te doen. Maar ik heb het gedaan. Nu moet ik sommige dingen moeten inblijven en sommige dingen niet. Dus dat ga ik nu even doen. En dat zie je even versneld. En dan, ik weet niet meer wat ik daarna wilde vertellen, maar dat zie je dan wel. Nou, dat gedaan. En wat ik niet per se wilde vertellen, maar wilde doen, is mama heeft deze weer gekocht, dus ik heb weer in voorraad. Maar ik heb natuurlijk nog eentje over, dus die ga ik dan even nog gebruiken. Ik weet niet, is die hier? Nee, ik denk er ook boven. Nou, dan gebruik ik er wel een van hier. Want ik ben net naar boven geweest, dus heb ik niet echt zin meer in. Oh ja, dat wilde ik nog vertellen. Ik was al om 6:30 wakker. Morgen moet wel om 6:30 wakker worden, maar vandaag moest dat niet. Want vandaag moest ik pas om 8:55 op school zijn. Normaal ook 7:50. Maar ja, en ik was een beetje laat naar bed gegaan, dus dan wilde ik eigenlijk gewoon tot 7:30 mocht ik slapen. Dus wilde ik tot dan gaan slapen, maar nee hoor. Maar ik heb hier een ding geplakt, want we hebben geen boeken voor natuurkunde. En dat noemen ze natuurscheikunde 1. NAS 1, zeg maar. Maar ik moest een ruimteschrift hebben. En ik had zo'n klein schriftje van voor natuurkunde. Maar ja, dat was niet genoeg. Dus ik ga hier even mijn naam opschrijven en zo. En ik ga het meteen schrijven. Kom je toch naar mij? Kluisje is nog steeds in een tweestrijd. Als ik ga natuurkunde even doen, het is niet per se huiswerk, maar je mocht het afmaken, zeg maar. En ik heb morgen ook weer natuurkunde, dus dan wil ik wel een beetje verder zijn. Nou ja, ik
Ik was geloof ik de enige die nog ergens mee bezig was. De rest was al veel verder. Maar ja, daarom wil ik even thuis raken. Maar pluisje is een tweestrijd. Of ze nou achter de computer blijft zitten of dat ze hier bij mij gaat zitten. En dat ik dan met haar naar de computer kijk en dan een soort van huiswerk doe. Verder heb ik ergens geen huiswerk. Misschien, nou ja, morgen heb ik. Vandaag had ik dan aardrijkskunde, dat heb ik morgen ook weer. En ik heb scheikunde, dus morgen weer, want dat had ik vandaag ook. Dus daar krijg ik sowieso, neem ik wel huiswerk voor. Dan, want het is tweede les. En ja, overmorgen heb ik ook dan weer vakken dat ik denk, die heb ik vandaag of morgen dan. En dan heb ik ook huiswerk, denk ik. Ja. Wat kijk je? Ik ben aan het dromen, geloof ik. Les 1 is natuurkunde. Ik heb van de week ook wiskunde en economie op dezelfde dag. Dat is op donderdag. Maar ik heb mijn boete nog niet voor die vakken. Dus ja. Waarschijnlijk krijg ik misschien een stencil of moet ik ook online, want natuurkunde is ook online. Dus misschien is dat dan een oplossing dat ze hebben, maar dat weet ik nog niet. Misschien wel helemaal niet. Hm? Droomart. En natuurkunde heb ik in de les gewoon op papier, ook op ruitjes papier gedaan. Docent, niet want we hadden keuzewerktijd, maar 2 weken kunnen we niet kiezen, dan wordt er gekozen. En die docent die heb ik dus niet voor natuurkunde, morgen heb ik een echte natuurkunde docent. En die zei van ja, dat plak je het zo hierin, maar dat denk ik, ik heb op de achterkant geschreven, dus dat is helemaal niet handig. Dus misschien doe ik het wel gewoon zo. En dan dat ik hier eerst nog verder schrijf. Want ik was nog niet klaar met dit. Geloof ik. Ja, de laatste regel moest nog. Nou, dan schrijf ik dat af en dan ga ik naar de volgende opdracht. Gewoon in het schrift. Dat dacht ik. En dan zit het gewoon los, maar ja. Ik kan er ook niks aan doen. Dus ik ga misschien mijn pluisje en anders alleen. Voor natuurkunde doen. En natuurlijk gaat pluisje me niet kunnen helpen. Dus ik moet sowieso alleen doen. Oh ja, en vandaag ga ik nog hardlopen, moet nog douchen. Er komt straks nog een mevrouw spulletjes ophalen. En ja, dan is de avond al voorbij, moet ik gaan slapen, denk ik. Dus daarom doe ik nu natuurkunde. Ook al is het niet nodig, maar ik doe het. Dus dat zie je weer versneld. Thank you.
Ik weet niet wat ik gisteren zo weet, allemaal niet meer wat ik gefilmd heb, maar het is vrijdag en ik heb een schooldag plus activiteitendag achter de rug. Tweede uur van 9 uur dus tot 1 uur hadden we les. En toen hadden we activiteit en dat was een soort van vossenjacht. De docenten waren zeg maar anders verkleed, niet als vos, maar gewoon anders verkleed. En dan moesten ze zoeken in de binnenstad van Hulst. En ja, dat was super leuk. En de prijs is twee lesuren mag je vrij nemen in het jaar. Dus en volgend jaar is dat weer. Dus ja, dat was super leuk. Ik heb het met mijn vriendin gedaan. Je moest het eigenlijk met z'n vijven doen. Maar er was niemand meer waar wij mee konden die uit onze klas kwam. Dus ja, daarom. Toen ben ik thuis gekomen en toen YouTube gekeken. Op de computer nog geëdit. En nu moet ik nog een video editen. Want die moet morgen online op mijn vriendin en mijn kanaal. Dus die video ga ik nu even editen met een ijsje. En dan ga ik nog even YouTube kijken. Een paar video's. En dan ga ik nog even lezen. Dus jullie gaan dat allemaal zien. En dan zie ik jullie morgen weer. Want morgen hebben we een hele dag dat ik... Nee, ik denk een hele dag dat ik niet thuis ben. Dus ik neem jullie gewoon mee. Een soort van op avontuur. Want wij gaan naar Goes. En ja, verder vertel ik morgen wel. Dus tot morgen.
de tomtom en dus de navigatie. Ja, we gaan naar Goes en ik, ja, jullie zullen wel zien wat we gaan doen en dan gaan. Ja, ja, tomtom. Ja, dan gaan jullie wel zien wat wij in Goes gaan doen. En als ik thuis ben weer, zal ik het ook een beetje uitleggen. Want ik denk niet dat ik daar durf te filmen en praten, zeg maar. Nou ja, ik praat wel af en toe, maar ik bedoel niet te veel. Want ja, ik vind het nog steeds spannend bij mensen te filmen, zeg maar. Vreemde mensen. Dus ja, jullie gaan zien wat wij in Goes gaan doen. En ik film natuurlijk onderweg nog een paar beelden. En ja, dan ja, gaan we nu naar Goes. Dus let's go. Thank you.
We zitten in de auto en we gaan nu even eten. Het is een lang middag lunchtijd geweest. Maar ik heb een broodje met hagelslag en een broodje met jam. Dus we gaan lekker eten. Dan gaan we nog eventjes naar de wc hier en dan gaan we echt naar huis. Dus dat gaan jullie gaan zien dat we weer naar huis gaan. Ik prop altijd mijn kleding in de gymtas. Dus sorry voor de mensen die daar niet tegen kunnen. Ik doe dat gewoon. Dus, ik hoop dat jullie mij zien. Ik doe dat gewoon in mijn gymtas. Maakt niet uit. En ik doe een sokker die ik natuurlijk nog in doen. Want als ik morgenochtend steeds loops aan doe. En ik heb gym en ik heb schoenen waar ik sokken bij moet. Dat is niet handig. Nou, dan heb ik mijn tas nog gevuld van vrijdag. Maar dat moet gevuld worden voor morgen. Nou ja, jullie gaan de week pas volgende week weer zien. Maar ik bedoel, ja, jullie snappen het wel, denk ik. Dus, pennenzak heb ik weer nodig. Ik leg hem maar even weer hier. En ik ga dit er allemaal even uithalen. Dan ga ik alles er weer in doen wat wel moet. Ik heb hier mijn telefoon. Ik heb hier mijn telefoon. En daar heb ik staan wat ik heb. Dus dat ga ik even bekijken. En dat ga je nu in het versneld zien. En het is zondag, even dat jullie het weten. Van de bibliotheek, maar ik ga boven lezen, want papa die moet straks tv kijken. En dit neem ik mee naar beneden. En en mijn tassen. Want ik ga op de computer editen. Nu 3 video's. Ik ga er ook meteen de cavia's bij me even knuffelen. En dan ga ik even weer naar boven, ga ik lezen. Dan ga ik weer naar beneden, ga ik weer 3 video's editen. Dan ga ik weer naar boven voor lezen. Dan waarschijnlijk naar beneden weer editen. Dan misschien even Robloxen. Dan weer naar boven voor lezen. En dan avondeten. En ergens tussenin wordt nog middageten gedaan. En en 's avonds ga ik YouTube kijken. Dat is denk ik. Dus ja, dan heb ik het voor de dag
al allemaal geregeld en dan hoef ik het s'avonds YouTube kijken en verder lekker niks. Nou ja, ik ga dus naar beneden, want anders heb ik daar geen tijd meer voor allemaal. En ik neem de camera ook wel weer mee. Met het statief ga ik zo dan apart nog even halen weer. Ik denk dat ik dat ding hou eraan. Ik heb een soort van lichting. En dat hou ik er denk ik wel aan, anders denk ik dat ik het niet meer in er omheen kan doen. En als ik natuurlijk op reis ga, maar het is pas in de herfstplant. Nou, eigenlijk ook niet. Ga ik denk ook nergens heen. Nou ja, we zullen zien. Misschien bij de herfstvakantie dat ik me dan af moet halen. Omdat we dan misschien ergens heen gaan. Maar mij lijkt van niet. Herfstvakantie gaan we nooit ergens heen. Maar dan misschien dat ik hem in moet klappen. Maar ik heb hier sowieso een troep. Wat allemaal verkocht moet worden. En daar moet ik ook nog foto's van maken. Maar dat doe ik wel als ik door de week nog tijd over heb. Of dat als ik in het weekend op zondag heb ik sowieso altijd tijd om hier thuis van alles te doen. En dan heb ik als het goed is mijn huiswerk allemaal af. En zaterdag waarschijnlijk gaan we elke zaterdag naar oma. En maar dit keer niet, want we zijn dus naar de auto's. Een nieuwe auto gaan kijken. Ik hoop dat jullie die beelden heel mooi vonden. En dat waren alle auto's eigenlijk die ze hadden. Dus ja. En ik ga naar beneden. Dus tot later. Tot zo.